Felix de Bekker stapt op als wethouder van Etten-Leur. De reden voor zijn vertrek is volgens de CDA'er de hoge werkdruk. Sinds Etten-Leur het aantal wethouders terugbracht van 4 naar 3. En de reden is dat ik merk dat de balans tussen werken en ontspannen, dat die toch de laatste tijd in het gedrang is gekomen. En ja, dan moet je eerlijk zijn en dan moet je zeggen tegen de fractie, probeer voor mij een andere te zoeken. En weet u al wie dat gaat worden? Nee, dat is nog niet bekend, want de fractie weet het nieuws eigenlijk pas sinds gisteren. Min of meer sinds vandaag, officieel en schriftelijk. Dus dat proces zal nog moeten beginnen. De Bekker blijft nog op zijn post tot 15 december, omdat hij zijn werkzaamheden fatsoenlijk wil afronden. Hij zat 22 jaar in de gemeenteraad, waarvan 10 jaar als wethouder.